Goedenavond, dames en heren, en heel hartelijk welkom bij het webinar van de KPB ISA van 11 mei 2021. We gaan het vandaag hebben over stadshout. Maar voordat ik dat doe, een mooie mededeling. We hebben een nieuw bestuurslid gevonden. Michael van Ruler zal de functie van penningmeester op zich gaan nemen in het bestuur van de KPB. En daar zijn we ontzettend blij mee. Dan hebben we natuurlijk nog een aantal huisregels voor met name de mensen die hercertificeringspunten voor European Tree Technician, European Tree Worker, moet ik zeggen, willen ontvangen. Dat betekent dat je 90% van het webinar online moet zijn, moet volgen en dat je na afloop 2 van de 3 toetsvragen goed moet beantwoorden. En als je bij je aanmelding je KPB-nummer en je ETW hercertificeringsnummer hebt aangegeven, dan worden die punten bijgeschreven. Hebben jullie vragen, dan kun je die vragen stellen in de chat. Dan proberen we die zoveel mogelijk direct te beantwoorden. En als je vragen hebt aan de sprekers die vandaag in de uitzending zijn, dan is het ook mogelijk om die een e-mail te sturen. En straks zullen hun e-mailadressen onder in beeld zichtbaar zijn. Zoals ik al aangaf, we gaan het vandaag hebben over stadshout. En de eerste gast met wie ik in gesprek ga is Dirk Versluis. Dirk is kunstenaar en hij maakt kunstobjecten van hout uit de stad. Ik ontmoette Dirk afgelopen week bij de Westertoren. Dat is in het centrum van Amsterdam. Dat is de bekende toren van de Westerkerk. En die kerk staat op een steenworp afstand van het Anne Frankhuis. En dat Anne Frankhuis heeft een bijzondere plek in het leven gekregen van Dirk. Want in de achtertuin, zoals jullie weten, stond de Anne Frankboom. En toen op 23 augustus 2010 de Anne Frankboom omwaaide, toen had Dirk een plan. Hij wilde als kunstenaar een kunstwerk maken van het hout van de Anne Frankboom. En daar begint ons verhaal. Dirk, waar staan we hier? We staan bij de Westermarkt en bij de Anne Frankhuis. Ja, dus hier hebben we de Westerkerk achter ons. Ja. En daar op de hoek het Anne Frankhuis. Ja, en daarachter stond gewoon de grote kastanje. En die kastanje die is afgevoerd. En dit is voor mij een heel belangrijke plek, want ik had graag die kastanje willen hebben en een beeld van willen maken. En dat is mij mislukt. Jij wilde een beeld maken, want je bent kunstenaar van het hout van Anne Frankboom. En wat was daar de gedachte dan achter? In 2004 heb ik een ernstig cerebraal absces gehad. En toen heb ik bedacht, ik word gewoon kunstenaar. En hoe word je nou een beroemd kunstenaar? Dat als ik nou de beroemdste boom van de wereld neem, ja, Anne Frankboom, dan heb ik meteen naam. Heb ik een interview op de BNR Radio gegeven, dat ik dat heel graag wilde. Ja. En toen heb je het hout opgehaald. En toen dacht ik, ja, hoe haal ik dat hout op? Maar toen kwam ik erachter dat de kapvergunning door de gemeente is gedaan. Het Anne Frankhuis had bedongen dat die vernietigd moest worden. En de eigenaar, ja, die stond die boom al op, maar die had er niks mee te maken. Nee. Dus ik heb uiteindelijk besloten om het niet te doen, omdat als ik een boom steel... Want jij wilde dan eigenlijk dat hout, wilde jij ergens vandaan gaan halen? Ja, ik denk, hier vandaan ga ik het volgen. Dan volg gewoon de vrachtwagen, de aannemer, die hem ergens heen brengt. En op een gegeven moment haal ik daar gewoon een stuk hout uit en daar maak ik een beeld van. Dat is mislukt, maar je hebt wel hele andere mooie projecten gemaakt. Ik heb wel de beeld uiteindelijk gemaakt, maar niet van hetzelfde hout. Ja. En hergebruik van hout, dat vind ik wel iets wat ik graag doe. En dan hele beroemde grote bomen. Ja, nou, daar is hier in Amsterdam ruimte voor. Ja. We gaan straks kijken hoe dat met Stichting Stadshout, hè, hoe je daarmee samenwerkt. Ja. En hoe je een aantal hele mooie projecten gemaakt hebt. Dan gaan we nu vanaf de Westermarkt gaan we eens kijken bij 2 bijzondere projecten. Eén is in het Westerpark. Ja, daar staat de hoogste iep. Stond de hoogste iep. Ja. Die is nu weg. Daar gaan we kijken. Daar heb ik een beeld van kunnen maken. En we gaan... En naar het Baroniepad. Baroniepad. Daar heb ik gewoon een serie van 8 beelden gemaakt. Het Kabouterpad. Het Kabouterpad. Ja, Dirk Versluis werkt dus onder andere samen met Stichting Stadshout. Nou, de Stichting Stadshout is in 2010 opgericht en heeft tot doel om zoveel mogelijk hout van Amsterdamse bomen een tweede leven te geven. En vandaag ontmoet ik Christof. En Christof is de medeoprichter en voorzitter van de Stichting Stadshout. We gaan naar Amsterdam-Zuid, waar op de rand van het Amstelpark de werf ligt waar de zagerij van Stadshout zit. Fijn, Christof, dat we hier te gast mogen zijn bij de Stadshoutzagerij hier aan de rand van het Amstelpark in Amsterdam-Zuid. Ja, welkom. Dankjewel. Kun je ons iets vertellen over de historie van Stadshout?
Ja, ik kom zelf uit de meubelmakerij en ik had de meubelmakerij in de Van der Heidenstraat. En daar werd een boom gekapt uit de achtertuin van de overbuurvrouw in 2008. En die kwam naar ons toe van, kunnen jullie daar niet iets mee? Toen heb ik een mobiele zagerij laten komen, hebben we hem op de stoep planken gezaagd. Daar kwamen al mijn collega's bij kijken en zo. Dus nou, dat was een heel spektakel. En van daaruit gingen we eigenlijk denken van, goh, het is misschien leuk om ook als een publiek evenement te doen. Dus het jaar erop hebben we op de Albert Kuip iets georganiseerd met mobiele zagerij, bomen uit het safaripark. En ja, meteen ook bankjes voor het park gemaakt en zo. En, van boom tot meubel, zeg maar. Toen was nog geen stichting, neem ik aan. Nee, toen was er nog geen stichting. En van daaruit kwam er een heleboel respons natuurlijk vanuit het publiek. Ja. En toen zijn we ons ook wat meer gaan verdiepen in van, ja, wat staan er eigenlijk voor bomen in Amsterdam? Kunnen we er nog meer mee? Hoeveel wordt er eigenlijk gekapt? En dat soort dingen. En dat leidde er eigenlijk toe dat we toch dachten, het moet iets structureler iets mee gaan gebeuren. Ja, want jij zegt, je was meubelmaker, is jouw achtergrond. Ja. Dus je had per definitie niet iets met bomen. Nee, ik had echt iets met hout. Ja. En wat wij vooral eigenlijk zagen is dat er een soort gapend gat is tussen boomverzorgers en de houtverwerkende industrie. Dus boomverzorgers geen idee hebben wat ze met de bomen die ze rooien moeten doen. En dat wij met leden ogen moeten zien dat die bomen intussen afgevoerd worden en terwijl er een heleboel mooie dingen van gemaakt kunnen worden. Brandhout en snippers, hè? Dat is een beetje traditioneel wat er gebeurt. Ja. Een beetje triest is het. Ja. Maar goed, dat gat in de markt zag je. En in 2010, meen ik, zijn jullie officieel begonnen met Stadshout Amsterdam, hè? Ja, in zomer 2010 hebben we echt een stichting opgericht. En toen zijn we ook met alle stakeholders gaan praten, met wethouders, ambtenaren, met boomverzorgers, met andere zagerijen in Nederland, met de meubelmakers en bouwbedrijven enzovoort, om te kijken wat er, of er iets uit te halen is nog. Het heeft een behoorlijke vlucht genomen volgens mij. We zijn nu dus 11 jaar later. Ja. En inmiddels zijn we niet meer weg te denken uit Amsterdam als Stadshout. Ja, ik hoop het. Ja, maar goed, dat merk je. Want, kun je ons eens meenemen? Jij werkt fulltime voor Stadshout en wie zijn er nog meer betrokken bij de organisatie? Ja, ik werk fulltime voor Stadshout samen met mijn vrouw. En er zijn nog daaromheen is eigenlijk een groep van vrijwilligers en ZZP'ers ambachtslieden. Hoeveel mensen ongeveer totaal denk je dat er dan zo rondom jullie stichting betrokken zijn? Ja, als wij een kerstdiner geven zitten er een stuk of 50 man. Ja, mooi. Het leeft dus echt inderdaad. Ja. En jullie hebben ook een winkel waar producten verkocht worden, heb ik begrepen, hè? Ja, die winkel is eigenlijk een beetje een platform van niet alleen van onze eigen producten, maar ook van alle producten die door anderen van ons hout gemaakt worden. En het leuke wat je daar ziet is dat het een enorm breed scala aan producten oplevert uiteindelijk. Dus van muziekdoosjes, speelgoed, brillen. Natuurlijk de snijplankjes en gewoon de planken, maar ook papier bijvoorbeeld. Of, en hoe werkt dat? Jullie ontvangen het hout hier. Ik heb het idee, als ik hier buiten loop, dan gaan we straks ongetwijfeld kijken. Zeker, ja. Hier gebeurt echt het grove werk. Ja, wij noemen dit bomenslachterij, zeg maar. Ja. Dus hier wordt echt gekeken van wat kan je goed uit de stam halen, wat doe je ook met de incourante stukken bijvoorbeeld, wat doen we met de reststroom zoals zaagsel. En we proberen eigenlijk de hele productieketen die we hier hebben zo optimaal mogelijk in te zetten voor allerlei projecten. Dus ook zaagresten gaan bijvoorbeeld naar iemand die permacultuurtuinen aanlegt. Zaagsel gaat naar papiermakers en naar paddenstoelenkwekers. Dus zo proberen we eigenlijk die hele stroom van hout te herbestemmen. Ja. Liefst binnen Amsterdam. Ja, mooi. Ja, je begon ermee straks, dat triggerde mij wel, door te zeggen, er is een behoorlijke afstand eigenlijk tussen de houtverwerkende industrie. Hè, dus wat jullie met hout maken en wat kunstenaars met hout maken. En de boomverzorging. Heb je het idee dat jullie dichter bij elkaar gekomen zijn in die jaren? Ja, dat hoop ik wel.
Ik zie wel dat er meer op gelet wordt. Dus je ziet ook wel dat boomverzorgers wat meer letten op mooie stammen. Dat ze die apart gaan houden. Dat er ook wat meer handel ontstaat in rondhout. Vroeger werd eigenlijk alles afgevoerd door één of twee grote opkopers. Maar je ziet nu ook wat meer gedifferentieerde handel. Ook wel, dat er ook wel hout naar zagerijen toe gaat bijvoorbeeld. En, ja, dat is een hele goede ontwikkeling natuurlijk. Ja. Behalve dat wij vinden dat het hout in Amsterdam moet blijven natuurlijk. Ja, het is, dat gat is tussen boomverzorgers en ambachtslieden is de zagerij. Dus het is gewoon een bedrijf wat die boom in planken kan zagen. Ja. Dat is het, is heel simpel eigenlijk. Ja. Ja. En wat we zien in Nederland is dat zagerijen eigenlijk niet rendabel zijn. Dus het is vooral heel veel liefdewerk uit papier. Ja. Maar toch nodig voor een circulaire economie. Absoluut. Ja. Ja. Christophe, de vraag is behoorlijk groot, begrijp ik. Kun je makkelijk aan het hout komen? Nou, dat valt te bezien. Wij hebben er behoorlijk lang over gedaan om met de gemeente tot een overeenkomst te komen. Nu hebben we een contract waarbij we een soort eerste selectierecht hebben op vrijkomend stamhout uit Amsterdam. Dat betekent eigenlijk concreet als een aannemer in opdracht van de gemeente Amsterdam bomen kapt, dat jullie het eerste recht hebben om dat hout te ontvangen? Ja. Ja, dus we hebben het recht om te zeggen, die stammen die willen we heel graag hebben voor de zagerij. Okay. De praktijk is wat weerbarstiger uiteraard. Ja. Waar wij eigenlijk de afgelopen 10 jaar vooral mee bezig zijn geweest, is om te proberen de gemeente te bewegen dat die houtstroom niet meer vervalt aan de aannemers. Okay. Waarbij dus niet transparant is, nou praat ik met een aannemer, maar goed, waarbij dus niet transparant is wat die ermee doen precies. Hè? En dat wij zijn van mening als Stichting Stadshout dat je dat hout moet verzamelen als Amsterdam en dat je dan moet kijken, kan je het afzetten binnen je eigen markt. Ja, dat vraagt logistiek natuurlijk nog wel wat. Ja, en dat is misschien ook waar je tegenaan loopt, of niet? Ja, dat is waar, daar zijn heel veel beren op de weg nog. Ja. Ja. Christophe, je komt denk ik hele bijzondere bomen tegen. Zeker, ja. Had jij nou niet eigenlijk de Anne Frankboom als stadshout iets mee willen doen? Nee. Nee? Nee. Te gevoelig? Nee, ik heb voorgesteld, het is ten eerste paardenkastanje is echt een hele slechte houtsoort. Dus het is niet duurzaam. Om te bewerken. Hij was ook helemaal weggerot, niet voor niets. En hij heeft altijd draaigroei, dus je hebt als zagerij heb je er helemaal niks aan. Een lastige boom. Dus ik heb wel voorgesteld om er allemaal dobbelsteentjes van te zagen. Dat kan je er dan nog mee doen. Ja. Dirk om die boom, om iets met die boom te gaan doen, dat was eigenlijk helemaal niet eens zo'n goed idee. Nee, ik weet van Mari Saris, een andere kunstenares, die heeft daar ook naar gekeken en die is gillend weggelopen. Zo slecht was die. Ja. Ja, nee, dus niet alle hout is timmerhout helaas. Nee, maar goed, je komt zat andere mooie bomen tegen en bijzondere bomen denk zeker, ik ook. Zeker, ja, zoals die monumentale iep uit het Westerpark bijvoorbeeld, die hier gekomen is. Ja. En daar heb je samengewerkt met Dirk? Ja, dat kwam eigenlijk omdat die boom kwam in 2 stukken, de onderstam en de kroonstam. En de kroonstam was zo slecht, daar konden we echt helemaal niks mee. Slecht bedoel je? Dus de takkingen die daar zoveel takken dicht waren? Ja, er zaten veel takken in en er was ook een grote ingerotte tak. Dus eigenlijk de hele kern was weggerot. Dus we konden er echt heel weinig mee. En Dirk die kwam hier toevallig langs, omdat we wel vaker dingen met hem doen. En die zag er wel heil in. Dus hij is samen met een andere kunstenaar dat grote stuk te lijf gegaan. En het ligt in zijn plan om ook met alles wat hij eraf gezaagd heeft, om daar ook weer allerlei leuke dingetjes... Alle reststukken worden gebruikt van een boom met een bijzonder verhaal. Ja, mooi. Ja, ja, dus van die twee afzaagsels heeft hij nu 2 stoeltjes gemaakt op de stobben in het Westerpark. Met ook een heel leuk kabouterkamertje nog ertussenin. En hij weet het altijd helemaal leuk aan te kleden en uit te melken, zeg maar. Daar moeten we dan maar eens gaan kijken, denk ik. Ja, zeker. Absoluut. Zeker de moeite waard. Leuk. Ja, de Stichting Stadshout beschikt dus over Amsterdamse bomen. En er zitten soms hele bijzondere exemplaren tussen. En een van die exemplaren stond in het Westerpark. Het was de hoogste iep van Amsterdam. 32 meter hoog moet die geweest zijn.
En van die boom wordt een kunstwerk gemaakt. En van de reststukjes maakte Dirk Versluis deze bijzondere stoeltjes. We zijn nu in het Westerpark bij de hoogste iep van Amsterdam. Tenminste, die stond hier ooit. De 32 meter. En ik had verteld, de Anne Frankboom was mij mislukt om die te pakken te krijgen. Dus ik heb een alternatief gevraagd. En dit is het alternatief, de hoogste iep. Daar heb ik een kunstwerk mee bezig. En dit zijn de reststukjes. Oké, dus hier stond de hoogste iep van Amsterdam. Nou, het is sowieso indrukwekkend om te zien wat een stam voedt hier. Hoe dik was die boom al niet? 4,38 meter omtrek. Dat is gewoon, als je dat uitrekent, kom je op 1,30 meter zo'n beetje stamdiameter. Op zo'n beetje 1,5 meter gemeten. Hij was ingerot en daarom moest hij hier weg. En ik heb met de reststukjes gewoon het initiatief genomen om twee stoeltjes te plaatsen. En dit is ook nog zo'n reststukje. En dit is een fruitschaal. Nou, we hebben twee stoeltjes, reststukjes, een bordje opgemaakt wat dat nou precies was. En heel veel mensen die hier langslopen, Ulmus minor, nog nooit van de Ulmus minor gehoord, nee. Maar dat is gewoon een iep. En er staat bij van dat we een stoel hebben gemaakt van de hoogste iep. En hoe gaaf is het als je dus iets maakt van een boom die vlakbij is. Deze stukken hout, kun je ons eens meenemen in dat hele proces? Je krijgt deze stukken hout, is het dan gedroogd? Zaag je dat zelf? Wat komt er allemaal bij kijken om uiteindelijk tot zo'n kunstwerk te komen? Nou, ik begin altijd met verse bomen, zeiknat. Dus deze was omgezaagd, er lag in stukken van 5 meter bij stadshout. En omdat er zo ingerot was, had stadshout er niks aan. Dus even, ja, hier kan ik, hij is en te groot en hij is ingerot. Ik heb een waardeloze stam. Dus eigenlijk moet deze gewoon vernietigd worden. En ik word echt helemaal blij van een ingerotte grote boom. En zeker als het de hoogste die van Amsterdam is. Ja. Wat heb je er allemaal bij gepakt? Wat zien we hier? Kijk, mijn levensmotto, het houdt niet op. Nee. Dus ja, heb ik uiteindelijk gewoon zo'n holle boom. En denk ik, ja, een holle boom, daar wonen kabouters. En Gochel, die heeft een boekenkast, is heel belezen. Dus ik maak even een boekenkastje en zet ik er gewoon in. Die boekenkast komt straks hier in de holte te staan. Ja, en ook een tafeltje met een QR-code. Lees voor het hele verhaal naar Gochel. Lees het verhaal. En een stoeltje, want die kan lekker zitten. Dus als mensen straks komen, die gaan eerst lezen. En dan denken ze, hey, kijk nou. Ja. Dus het is een leuke publieke attractie. Dat heb ik gewoon verzonnen en dat trekt heel veel mensen. Want heb jij al mensen gesproken die hier dit kunstwerk gezien hebben? Wat is hun reactie? Gaan er mensen op zitten? Ja, het is nu even wat minder weer, maar... Ja, maar toen ik het plaatste afgelopen vrijdag op 23e was het zo lekker weer. En al die mensen die hier in die cirkels gewoon zitten, die komen kijken. En wat ze gewoon zien, er komen zoveel mensen langslopen. Die gaan even lezen, gaan even aan voelen, gaan even op zitten. Ja, als ik dat zie, dan word ik al blij van. Dus als ik hier tegenover rij en ik zie er iemand op zitten, ja, dat zijn mijn stoeltjes, hè. Een boekenkastje gewoon hier. Ik moet het wel eventjes netjes maken. Maar dit is een beetje het idee. Je kijkt naar een boekenkastje, een tafeltje en een stoeltje. Grappig toch? Ja. Nou, het is ontzettend grappig en wat ik er zo leuk aan vind, er zit natuurlijk ook een stuk educatie achter. Want je zegt het al, op de borden die erbij staan, staat niet alleen vermeld wat voor soort het was, maar er staat ook iets vermeld over wat die boom heeft betekend voor Amsterdam. Nou, dat is deze, de Tritec. Ik ben belangrijk, want, nou, dat is ook leuk. Iedereen zie ik dit heel aandachtig lezen en iedereen zie ik ook een soort ja knikken. Inderdaad, ja, hij heeft zuurstof geleverd, CO2 opgenomen. Oh, hij heeft ook water vastgehouden, inderdaad. Dus al die mensen, ja, dit is ook educatief. En de Tritec, dat is echt een heel leuk middel om te laten zien hoe groot was hij. Dus de afmeting, wat heeft hij betekend? Dirk, ik vind hem fantastisch zitten. Daar heb je ook over nagedacht, neem ik aan. Moet je even deze proberen? Ja. Deze zit, hij is nou wel droog in ieder geval. Die is wel droog. Ja. Welke vind je beter? Nou, ik heb de indruk, ik heb wat kortere benen, dat ik op die daar wat beter zat, hè? Ja, ja. Dus je hebt er één gemaakt voor mensen met lange benen en één voor mensen met korte benen. Ja, ja. En ik zie hier heel veel mensen gewoon even zitten, praten. Het is heel grappig. Het trekt heel veel mensen. Ja. Dit blijft 15 jaar staan, makkelijk, omdat ik hem op pootjes heb gezet. Ja, er zit niet in de grond, geen contact met de grond. En dan heeft hij best een lange levensduur. En als je nog regelmatig lakt, een beetje bijhoudt, dan haalt hij 15, 20 jaar haalt hij makkelijk. Heel netjes.
Dat is netjes toch? Dus daarmee verleng je de levens... Nee, niet de levensduur, maar je verlengt wel. In ieder geval, je behoudt het hout in ieder geval voor een extra 15, 20 jaar. Je kan het nog een keer gebruiken. Ja. En dan het mooie van hout is, het laat geen rommel achter. Het is natuurlijk. En dat is zo mooi van hout. Het is niet erg als het gewoon verrot. En ik hoop dat ik iedereen kan inspireren om gewoon dat hout gewoon te hergebruiken. Ja. Lokaal hout hergebruiken en niet het helemaal uit Indonesië halen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, terwijl Dirk druk bezig is om zijn kunstwerk af te maken, zag ik u heel belangstellend kijken. Ja, ja. Kent u de boom die hier stond of niet? Nee, ik ken de boom niet, maar ik vind het ontzettend leuk omdat iets van natuur. Natuurlijk producten en met de kunst, vooral houtkunst. Dat vind ik heel goed. Ja. Ja, wel bijzonder om te zien dat de boom die hier stond gebruikt wordt voor een kunstobject waar mensen ook nog op kunnen gaan zitten. Kunnen gaan zitten, kunnen gebruiken. Want herbruiken is altijd goed. Precies, dus als straks de zon schijnt, dan kunnen we u terugvinden op een van de bankjes. Vast wel. Dank u wel. Ja. Nou, succes. Ja. Ja, deze twee stoelen van de Ulmus Minor zijn nog maar het begin van het grotere kunstwerk dat Dirk wil gaan maken. En ik was al onder de indruk om te zien van hoe twee van deze eenvoudige, en dat zeg ik met alle respect, kunstwerken, deze twee stoeltjes, wat voor een positieve invloed het had op de bezoekers van het Westerpark. Mensen vinden het interessant, vinden het heel bijzonder dat er van het hout van die grote monumentale iep die er stond, nu stoeltjes gemaakt worden. Ik ben wel benieuwd naar dat hele proces. Hoe het hout binnenkomt op de zagerij bij Stadshout en hoe er uiteindelijk producten van gemaakt worden. Dus we gaan terug naar de zagerij van Stadswerk, waar ik over dat proces met Christoph doorpraat. Dat ziet er nostalgisch uit, Christoph. Ja, er was laatst iemand die zei van, het lijkt wel alsof ik hier ineens in Alaska terechtkom. Ja. Met al die boomstammen en zo. Maar is die ook zo oud als die lijkt? Of, Nee, deze hebben we in 2011 gekocht, nieuw, in Polen. Een hele degelijke machine. Ja. Zit niks te veel op en ook niks te weinig. Werkt altijd. Een simpele techniek. Het is een horizontale lintzaag. Ja, neem ons maar eens mee in hoe dat gaat. Leuk om te zien. Zagen is een heel vak apart eigenlijk. Iedere houtsoort heeft weer zijn eigen hardheid of zijn eigen vertanding ook weer. Okay. Dit is een eigen zetting. Ik weet niet of je dat kan zien, maar je hebt telkens één tand naar rechts, één rechte tand en een tand naar links. Ja, ik zie het, ja. Die middelste tand die transporteert zeg maar het zaagsel en die twee andere die ruimen zeg maar de snede, zodat je lint er doorheen kan. Ja. Ik zit net aan deze kant. Iedere boom krijgt bij ons bij binnenkomst een nummer. En dan maken we een soort pakbon waar die vandaan komt. Geven een nummer eraan, we meten hem op. En zoals je kan zien staat hier de boomverzorgers geven een ID-nummer, zetten ze op de stam. Dan weet je waar die vandaan komt, waar dus die in Amsterdam stond. Dan weten we exact waar die gestaan heeft. Als hij op de zaag komt, dan meten we hem nog een keer op. En noteren we even, dus dat is wat ik nu ga doen. De lengte. Al die gegevens worden vastgelegd in een database. 2 meter 35. 25. 25. Wat ga je hier uiteindelijk van maken, Christoph? Nou, we hebben een buurtproject die zijn hekjes aan het maken. Dus het is een dun stammetje, daar kan ik niet zo heel veel mee. Dus daar zaag ik dan latten voor om hekjes van te maken. Ja. Dan controleer ik eigenlijk altijd of het hart van de boom recht op de zaag ligt. 62.
61, hij moet iets omhoog aan deze kant. Christophe? Ja, hij zaagt iets sneller dan een meter per minuut. Kijk eens, prachtig. Ja. Prachtig. Ja, het is af en toe een soort schatgraaf. Je weet nooit... Hoe het eruit komt, hè? Wat voor soort, je weet nooit zeker wat voor soort... Want een S kan bijvoorbeeld... Ja, riegel noemen we dat. En dat is net alsof er een soort watergolfje in zit. Van buiten zie je dat niet. En, ja. Dus maar hier ben je tevreden over? Nou, dit is een heel mooi net recht esje, hè, zonder takken erin en zo. Dus, hoe ga je die nu verder verzagen? We zagen hem normaal. Dit zagen we eerst gewoon in planken van 2,8. Oké, okay. Duimsdik. Ja, duimsdik. Ja. Dan draaien we een kwartslag en dan zagen we hem op in latten van 3,8. Oké, okay. Ja. Dus, Want dit hout is gewoon nat. Ja, nat dit is zelf. Gewoon vers hout. Ja. We gebruiken ook een waterkoeling, dus het is hartstikke nat. Ja, precies. En dan vervolgens ga je het windgedroogd. Moet dat in de wind laten drogen? Of nou, dit wordt gewoon direct toegepast zoals het is. Omdat het voor tuintjes is, buiten. En voor een buurttuintjes om bomen heen en zo. En dan droogt het eigenlijk. Direct toepasbaar. Dus direct toepasbaar. Het gaat wel krimpen, maar dat is voor een hekje niet zo heel erg. Nee, voor buiten helemaal niet erg. Nee. Ja. Stel, we hebben hier deze plank gezaagd, dan zie je dat de jaarringen zeg maar zo er doorheen lopen. Ja. Al die ringen die gaan krimpen, dus die willen zich eigenlijk gaan strekken, die gaan recht staan. Ja. Dat betekent dat de hartzijde, dus dit is de hartzijde, het hart, hartzijde van die plank, die gaat altijd bol staan. Mm-hmm. Dit is een dosse plank, dus van de rug van de boom. Ja. De beste kwaliteit plank die zit hier. Dit is trouwens een heel mooi fijn gegroeid esje moet ik zeggen. Die zit hier en je ziet dat hier de jaarringen die lopen precies juist zo er doorheen. Ja. Dat betekent die plank die gaat eigenlijk alleen maar in de breedte, nog krimpen en een klein beetje in de dikte, maar hij gaat niet vervormen. Ja. Dit noemen we dos gezaagd. Dossen. Kwartiersgezaagd. Kwartiersgezaagd, juist. Ja, maar het perfecte hout in de stad vinden is misschien ook wel een beetje een illusie. Dus het is altijd, je moet doen dat wordt gezegd. Er wordt ook veel zagerijen willen er niet aan beginnen omdat er te veel ijzer in zit. Of omdat de kwaliteit toch minder is vanwege het opkronen ook. Daar hebben ze wel een beetje gelijk in. Maar ja, wij denken van ja, dat kan je wel allemaal zeggen, maar ook niet ideaal hout kan je natuurlijk toch toepassen, wel weer toepassen. Ja, nou, mooi hoor. En het is eerder de kunst om te kijken van wat kan je er wel mee doen in plaats van het zomaar af denk te keuren. Denk in kansen, ja. Ja. We zijn nu een heel leuk project voor de Amsterdam International School aan het doen. Er zijn 2 jaar geleden bomen van het kavel gerooid om die school te kunnen bouwen en die hebben we toen gezaagd en die... Zijn we nu aan de laatste stap, zijn ze nu aan het aflakken nog en zo. En die komen dan terug als betimmering van het atrium. Wauw, dus, dat is 400 vierkante meter wandbetimmering. Wow. Ja, 6 kilometer ongeveer. Zo. Ja, en... ja, want je hebt hier de opslag buiten. Ja, dus dit is rondhout aanvoer. En dan hebben we in Oudekerk nog een groot depot waar het hout ook naar binnen gaat om te drogen. Sommige partijen gaan eerst naar een droogkamer. Of, het ligt een beetje aan de houtsoort welke weg we bewandelen. Ja, mooi. Normaal laat je het zagen, 3-4 maanden wind drogen naar een droogkamer. En daarna is het eigenlijk geschikt om verder binnen toe te passen. Ja, Christophe. Een hele berg hout heb je hier liggen. Ja. Vind je het gek als ik zeg van, wat kun je hier nou nog mee? Als ik hier naar die Italiaanse populier zie ik ertussen liggen. Ja. Wat is het?
Ja, wilgenhout misschien nog? Dit is een Italiaans populier, dat is een balsempopulier. Daarbovenop ligt een Robinia valse acacia. Ja. Maar wat ga je nou bijvoorbeeld met, nou ja goed, laten we er eentje uitpakken, de balsempopulier. Ja, helemaal ingerot. Ja, dat is jammer, maar er zit, je ziet dat het is één rotte kant. En uit dik hout zagen men planken. Dan kom ik weer bij dat kwartierse. Dus ja. Die boom die zagen we eerst in vieren. Okay. Zodat we de jaringen netjes rechtop kunnen zetten. En dan zagen we hem in planken en dan hebben we zuiver kwartierse planken. Dat, je ziet die rot zit maar in één kwart. Ja, ook dus ik ja, denk één kans dat eigenlijk. Dat ene kwart dat gaat verloren, maar de rest drie kwart is nog goed. Dus, ja. En de balsempopulier is heel mooi fijn gegroeid en is echt super mooi hout. Ja. Echt. Mooi, als mensen nu zelf een boom hebben, hoe werkt dat? Ik, een van de boomverzorgers, lid van de KPB, die zaagt ergens een boom om. Kan die hem dan naar jou toe brengen, hier, zeker, naar jullie stichting? Ja. Kun jij hem voor hem zagen? Ja, ja dat komt wel voor. Okay. Het zijn vooral de kleinere aannemers die dat wel laten doen. Okay. Die een eigen houtvoorraadje hebben of er ook zelf dingen mee maken. Ja. En zeker, dat is loonzaagwerk, doen we ook. Maar stel, je hebt zo'n werk stam, is ik, werk, weet niet, ik weet helemaal niet of je dat kan, dat kan zeggen bij benadering, maar je hebt zo'n hyperstam als hier. Wat kost dat nou om daar planken uit te zagen? Heb je een indicatie? Heb je het dan over honderden euro's? Ja, wij rekenen per kuub. Dus zaagloon is 60 euro per uur. Over een hele kuub doen we een halve dag, dus ongeveer 250 euro per kuub. Ja. Nou, dit is denk ik een halve kuub, deze stam. Dus voor 125 euro heb je die stam in planken. Ja. En dan kunnen jullie ook nog zorgen dat die gedroogd gaat worden? Kun je dat faciliteren, zeg maar? Ja, dat kan ook. Ja. Zeker, ja. Dus daar zitten we elke keer wel weer een kostenplaatje tuurlijk aan. Dus, ja. Maar je kunt wel in het hele proces kun je mensen daarin helpen? Zeker, ja. Ja. Dus vooral particulieren komt vaak voor. Hè, dat in de achtertuin iets gekapt moet worden. Soms een geboorteboom of zo. Ja. Of voor een speciale gelegenheid aangeplante boom. En dat is, maakt het ook leuk, want dan maak je mensen, dan zie je ook wat de toegevoegde waarde ervan is. Persoonlijke verhaal erachter. Een persoonlijke verhaal en het is eigenlijk onbetaalbaar. Ja, maar je ziet het natuurlijk dus, al gebeuren op het moment dat je bij de stoeltjes bent in het Westerpark. Ja. Dat mensen gewoon een affiniteit hebben met die stoeltjes omdat ze de boom kenden. Ja, en echt blij ervan worden. Ja, en dat maakt het werk ook leuk. Als die boom door je geplant is of door je ouders geplant is of door je opa. Ja, oma. Ja, precies. Ja, er zijn natuurlijk ontiegelijk veel projecten die je in die 11 jaar hebt gerealiseerd. Ja, een waslijst. Waslijsten, ja. Is er een project wat je recentelijk hebt afgerond waar je zegt dat is echt nog de moeite om eens naar te gaan kijken? Zeker, ja, nou heel veel projecten. Maar een hele leuke die nu net klaar is. En die vind ik vooral heel erg leuk omdat het eerste artikel in het Parool werden wij beticht van kaboutergehalte als stichting. Oh, serieus? Ja. Dus toen er een opdracht voorbij kwam van Stadsdeel Zuid om een kabouterpad te maken, toen waren wij natuurlijk helemaal in het element. In ons element dachten we, nou, deze kans kunnen we niet laten liggen. Dus toen hebben we onmiddellijk contact met Dirk opgenomen om hem deze opdracht door te schuiven. En het is zo ontzettend leuk geworden. Er echt even langs gaan. Dat advies nemen wij ten harte. Dan gaan we op het kabouterpad kijken. Ja. Okay. Ik wil jou ontzettend bedanken voor ons mee te nemen hier op de zagerij. Nou, we hebben een heel mooi beeld gekregen van wat jullie met hout doen. Ook samen met Dirk. En ik hoop dat het ook heel veel boomverzorgers en boombeheerders inspireert om hout een tweede leven te gaan geven. Zeker, dat zou heel erg mooi zijn. Ja, stadskabouters van stadshout, hoe verzin je het? Toen Dirk mij over dit project vertelde, vond ik het op zijn minst grappig, maar ik wist echt niet wat ik bij voor moest stellen. En hoe meer ik over dit project heb gehoord, hoe bijzonderder ik het vind. En ik nodig jullie dan ook graag uit om mee te gaan naar het Baroniepad, om zelf de kabouters te gaan bekijken en het verhaal van Dirk erbij te horen. Waar komt jouw passie vandaan voor hout? Ja, mijn vader was timmerman. En ik heb altijd wel iets met hout gehad. En je hebt eigenlijk het dus met de paplepel ingegoten. Je hebt om je heen gezien hoe er producten gemaakt werden van hout. En dacht je, dat wil ik ook? Nou ja, ik ben op een aannemersbedrijf opgegroeid. En ik maakte al beeldjes van wilgetakken met een aardappelschilmesje. Zo is dat begonnen. En je naam schrijven in een tak.
stonden straks bij de Westertoren. Toen vertelde je dat je het een en ander hebt meegemaakt. En dat je toen echt heel bewust hebt gekozen ervoor om kunstenaar te worden. Ja, dus tot 2004, tot mijn 44e, heb ik eigenlijk voldaan aan de verwachtingen van mijn vader. Die wilde gewoon dat ik studeerde, dat ik gewoon een goede baan kreeg. Nou, dat heb ik allemaal gedaan. En toen ik een cerebraal absces kreeg en eigenlijk bijna afgelopen was, heb ik bedacht van wat wil ik eigenlijk zelf. Toen hoefde dat niet meer. En toen dacht ik, nou, ik wil eigenlijk wel kunstenaar worden. En dus ik ben mezelf uitgeroepen in 2005, ik ben eigenlijk gewoon kunstenaar. Ja. Ik hoef er eigenlijk niks meer voor te doen. Ik ben het eigenlijk al. Ja. Kijk, we zien op de achtergrond hier kabouters. Kun je ons meenemen in het verhaal achter dit kunstwerk hier? Waar zijn we? Ja, dus dit is het kabouterpad. Dat is waar kan je iets met uilen en of kabouters doen. Van uilen, dat wil ik nou juist niet. Ik wil juist geen uilen, want al die sculptuurzaken maken uilen en roofvogels. Oké, ik heb toch gedacht, van, laat ik het gewoon in de vorm van een sprookje doen. Er was eens een stadskabouter, heb ik verzonnen. Oké, we zitten hier naast, ja, wat jij mij vertelt, Dikkie. Dat is Dikkie, ja. Hoe is Dikkie nu tot stand gekomen en wie is Dikkie? Ik heb dus gewoon de beroemde Amsterdammers gewoon bekeken, waar ik tegenop kijk. Waar ik iets van zou kunnen leren. Maar eigenlijk alle kabouters is een uitvergroting van mezelf. Dus Dikkie ben ik eigenlijk zelf. Ik heet Dirk. Dus ja. Dikkie is wel heel grappig. Maar ja, ik heb bedacht van Dikkie houdt van lekker eten. Dat kon je ook wel aan hem zien. André Hazes. En André Hazes, dat vond ik dat grappig. Ja. En na elke maaltijd doet hij een dutje. En ik vind het ook wel lekker. Gewoon, ik slaap echt heel lekker. Dus ik heb gewoon een klein beetje mezelf en dan iemand anders en daar een verhaaltje omheen gefantaseerd. Ja, dus je hoopt dat mensen zich daarin herkennen? Ja, iedereen herkent zich er wel aan. Ik heb dus gewoon allerlei types gemaakt dus, en allerlei kleuren. Zullen ze allemaal, lopen ze allemaal Zullen door? Zullen we allemaal langs even langs lopen? Ja, het begint met de verteluil. Hè. Die vertelt over, dat is eigenlijk de fabeltjeskrant, de verteluil, die vertelt dat sprookje. En de eerste kabouter die ik heb verzonnen was Noos. Die kookt crimineel lekker. Ja. En daarom noemen ze hem de neus. En die laat zijn neus de werk doen. En die heeft een uitspraak, die heeft veel tegeltjes van eten doet je zorgen vergeten. Ja. En die is geïnspireerd op Ron Blauw. Mooi. En ik heb van Ron Blauw ook een recept gekregen. Paddenstoelen op brioche. Dus ik heb elke beroemde Amsterdammer probeer ik ook te interviewen. En de tweede is van Dikkie. Dat is een goede vriend van Noos. Want hij houdt wel lekker eten. Ja. En dan hebben we de derde, en ze zijn beide heel verliefd op Rosita, want alle kabouters zijn verliefd op Rosita. Ja. En Rosita heeft twee lange vlechten en die is, ja, staat graag in de belangstelling. En elke kabouters kunnen hun ogen niet van haar afhouden. Nou ja, dat herken ik wel, met mooie vrouwen kan ik mijn ogen daar ook niet van afhouden. En wie is Rosita dan voor jou? Welke bekende Amsterdammer? De vraag voor de volwassenen gewoon is van op wie was jij het eerste verliefd? En ik heb Willeke Alberti als beroemde Amsterdammer, waar ik echt tegenop kijk. Ja. Het is de zangeres van het Levenslied, vind ik echt heel mooi. En degene op wie zij verliefd is, dat is Mussel. De mooiste en knapste kabouter die er is, de sterkste. En dat is Arie Boomsma. Oh, ja. Dat vind ik ook echt zo'n persoonlijkheid waar ik tegenop kijk. Hij heeft iets wat ik dus niet heb. En daarom vind ik het gewoon een karakteristieke Amsterdammer. Ja. En dan heb je nog Paddo, die is geïnspireerd op Henk Schiefmacher. Dat is de creatiefste kabouter en ook een verzamelaar. Dus ik heb al die autobiografie gelezen en ook een paar aspecten gepakt. En hij neemt alles wat hij vindt, neemt hij mee in zijn kruiwagen, neemt hij mee naar zijn boom. En alle kabouters vinden het een beetje rommelig rondom zijn boom, maar daar is hij het absoluut niet mee eens. Nee. Dus een hele eigenwijze kabouter, dat vind ik wel leuk. En daar heb ik zelf ook al een beetje wat van. En dan heb ik Gappie, de grappigste en onhandigste kabouter. Die krijgt iedereen aan het lachen. En daar heb ik Lebbes. De cabaretier. Dat is Hans Sibbel, de cabaretier. Ja. Daar heb ik volgende week een interview mee. En ik hoop dat hij ook een stukje schrijft in mijn boekje. Ja, want uiteindelijk wil je er ook een boekje schrijven. Ja, zodat mensen aan de hand van het boekje en de wandeling hier... Precies. En ze kunnen nu ook al op de QR-code die bij alle beelden staan het verhaal lezen. Ja, geweldig. Want kun je ons meenemen in dat hele proces? Want ik zie nu hier die kabouter van, in mijn beleving lijkt het wel één stuk hout. Ja. Klopt dat ook of zijn het meerdere delen? Ik weet altijd één stuk hout. Altijd het één deel hout. Ja, ik plak nooit. Nee. Eén stuk hout. En ik heb eerst het verhaaltje verzonnen. Dan heb ik een vriendin van mij gevraagd om een tekening daarvan te maken. En op basis van die tekening heb ik uiteindelijk het beeld gemaakt.
Ja. Dus alle mutsen die zijn gewoon eerst uitgetekend. Ze hebben ook een stuk hout gezocht waar dan het hele beeld er ook uit kan. Ja. Maar fluistert, hè? Oh, die woorden. Ik heb het verteld aan hem. Ja? Geheimen vertelt hij niet verder, hè? Nee. Heb jij geheimen? Nee, nog niet. Nee, hè? Nee. Je moet nooit geheimen houden. Dat is ook zijn filosofie. Nooit geheimen voor jezelf houden, daar word je eenzaam van. Ja. Kaartje, ik heb een kaartje van Kogel, van Rosita, van Dikkie, van Mussel, van Noos. Die gaat naar Mila in Wit-Rusland. Van Gappie, de grappigste, of Paddo? Die hebben wij gehad. Welke zou jij nog willen hebben? Wil jij nog een kaartje hebben? Je mag er eentje kiezen. Wat vind jij de mooiste? Mussel, Noos, Gappie. Deze? De grappigste. Oh, de grapjesmaker. Ik zag jou net iets geven aan de mensen die hier langskwamen. Ja. Die trouwens heel enthousiast zijn over de kabouters. En zeker toen ze hoorden dat jij ze gemaakt hebt. Nou, ik heb deze ansichtkaarten. In deze coronatijd kan je niks. Dus ik dacht, wat kan je wel doen? Gewoon wandelen. Dus deze kaart, ansichtkaart, is om iemand uit te nodigen om een wandeling te doen op het Baroniepad. Voor jong, er hoort een sprookje bij. Van, als wat hij hoort kan hij niet meer vergeten. Er is ook een klein verhaaltje bij. Maar voor volwassenen is het ook een volwassen vraag. Van wie heb je iets geleerd? Ja. Dus dat heb ik voor elke beeld in zo'n volwassen vraag. Ja, die straks, ja. En dat is gewoon leuk. Die kaarten zijn gewoon. Wat ik gewoon gedaan heb is, dit plaatje heb ik door een vriendin laten tekenen. Ik heb hem eigenlijk een soort nagemaakt. Ja. Want deze is gemaakt van acacia, zo te zien. Ja. Dat zie je eigenlijk vrij snel. Ja, had je het ook al wel straks verteld natuurlijk. Maar ik vind het fijn dat het herkenbaar hout blijft. Ja. Je hebt alleen de muts kleur gegeven. En de rest is ook gewoon dat je herkenbaar hout hebt. Dus wat hout geeft ook uit de stad, geeft een speciaal gevoel. Ja, want dat vertel je net aan zo iemand hè, die langskomt lopen met een kind. En die zie je ook gelijk reageren van gaaf. Dat is dus hout wat hier uit deze stad komt. Precies, iedereen reageert er wel op. Ja. Dat is leuk is dat om te zien. Ja, mooi. Nou, we gaan ze eens allemaal langslopen. Oké. Ook gemaakt van acacia, zoals je ziet. Nee, een beetje. Ja. Kijk, hier bij water komen we aan het eind van deze webinar. Een webinar over de toepassingsmogelijkheden van stadshout. En ik denk dat we gezien hebben dat die enorm zijn. En ik hoop dat het jullie geïnspireerd heeft. Het verhaal van Dirk Versluis, het verhaal van Christophe van Schulz over stadshout. En dat jullie mag inspireren om ook meer te gaan doen met hout. Van bomen die onverhoopt gekapt moeten worden. Wat de rest is het beantwoorden van de toetsvragen voor degenen die in aanmerking willen komen voor ETW hercertificeringspunten. Die vragen komen nu in beeld. En dan wens ik jullie allemaal voor de rest een hele fijne week verder toe. Blijf de website en social media van de KPB ISA in de gaten houden. En daarop zullen jullie binnenkort de data vinden van de volgende webinars.
Allemaal een hele fijne avond verder toegewenst en graag tot ziens.